Goedenavond, mijn naam is Jozef Aars. Vandaag kijk ik naar harmonische rijen. UNN is een harmonische rij. Als dan geldt 1 over UN min 1 plus 1 over UN plus 1 gelijk aan 2 keer UN. Ja, dat is de voorwaarde. Bijvoorbeeld 1, 1 tweede, 1 derde, 1 vierde, 1 vijfde, 1N. Dus UN is 1, een voorbeeld van een harmonische rij. We gaan eentje testen. Dus 1 gedeeld door 1 over UN plus 1, 1 UN plus 1, is dus gelijk aan 1 gedeeld door 1 over N min 1. Plus 1 gedeeld door 1, n plus 1. Dan kunnen we die noemer naar boven brengen. Dan krijg je n min 1 plus n plus 1. Van de ene weg krijg je 2n. Dat kun je schrijven als 2 keren 1 gedeeld door 1 over n, oftewel 2 keren un. 2 keren 1 over n, 2 gedeeld door un. Dat betekent dus dat deze rij een harmonische rij is. Ja, dus 1, 1 tweede, 1 derde, 1 vierde, 1 vijfde enzovoort. Dus als je elke tafel vermenigvuldigt met 2, bijvoorbeeld 2, 2 tweede, 3, 2 derde, 2 vierde, 2 vijfde, en gamma 2n is ook een harmonische rij. Ja, als je afvoert met 3, bijvoorbeeld 3, 3 tweede, 3 derde, 3 vierde, 3 vijfde, 3n zijn allemaal harmonische rijen. Nu, enzovoort. Nu, wat een belangrijke eigenschap. Ja, als je drie getallen hebt op een volgende getallen in onze rij, dan geldt daarvoor dat 1 over a plus 1 over b, 1 over c, sorry, het eerste en de laatste, als je op de omgekeerd, gelijk is aan 2 keren over b. Ja, dus die drie getallen worden tot een harmonische rij. Dan horen a en b c tot een harmonische rij. Ja, bijvoorbeeld, dan noemen we b het harmonisch gemiddelde. Dus b is het harmonisch gemiddelde van a en c. Dus als 1 over a plus 1 over c gelijk aan 2b, dan is b het harmonisch gemiddelde van a en c. Voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de getallen, ja, 1 derde en 1 vijfde. Ja, wat is het harmonisch gemiddelde van die twee getallen? Want dat zijn 1 vierde. Ja, waarom? Omdat die voldoen aan de harmonische rij en zijn dus het harmonisch gemiddelde. Dat is een harmonische rij, un 1 gedeeld door un plus 1 plus 1 over 1 un plus 1 is 2 keer un. Dank voor de aandacht de volgende keer. Als je de goede video vond, geef dan een like of ga naar mijn website www.jozefaars.com.